Zo gaat de prijsuitreiking eraan toe, met veel gasten en getrompetter. Maar dit jaar loopt niet de winnaar van de Vredesprijs de zaal binnen, maar haar kinderen. Er hangt een grote foto van hun moeder aan de muur. Zij heeft de Vredesprijs gewonnen omdat ze zich inzet voor mensenrechten, vooral voor de rechten van vrouwen in Iran. Een paar dagen geleden kwamen haar kinderen, Ali en Kiana, al aan in Noorwegen, waar de prijs wordt uitgereikt. C'est notre mère qui aurait dû venir récupérer ce prix en personne, mais elle est arbitrairement détenue en Iran pour ses combats en faveur de la liberté, pour les droits des femmes et de la démocratie en Iran. Ja, hun moeder zit dus in de gevangenis. Narges Mohammadi is geboren in Iran. Ze is nu 51 jaar oud. Ze studeerde natuurkunde en schreef toen al over vrouwenrechten. Ze is tegen het verplicht dragen van een hoofddoek voor vrouwen en tegen de strenge straf in haar land. Mensen kunnen er de doodstraf krijgen. Daar spreekt ze zich ook over uit. Ik leef in een land dat geleid wordt door strenge, slechte mensen. Ik kies ervoor om daar iets tegen te doen. Dat schreef ze in een brief vanuit de gevangenis. Door de kritiek die ze heeft op de leiders van Iran is ze al 13 keer opgepakt en gevangen genomen. Ze is niet de enige die kritiek heeft op de leiders van Iran. Vorig jaar waren er grote protesten. Die hadden te maken met een andere vrouw, Mahsa Amini. Ze werd gearresteerd door de politie omdat haar hoofddoek niet goed zou zitten. Na haar arrestatie zou ze zijn mishandeld op het politiebureau. 3 dagen later overleed ze. Toen dat gebeurde zat Narges Mohammadi al in de gevangenis. En nu nog steeds dus. Haar kinderen Ali en Kiana zijn 17 en wonen met hun vader in Frankrijk. Ze hebben hun moeder al lang niet gezien. En vanmiddag namen ze haar prijs in ontvangst. En gaven ze een toespraak die hun moeder heeft geschreven. Je suis une femme iranienne, fière et honorée de contribuer à une civilisation